Goedendag, u bent weer welkom bij Van Vliet Boeken. Leuk dat u kijkt. Dit is videoblog nummer 9. En ja, de vakantietijd die komt er weer aan, hè. En wilt u nou een goede tip? U kunt vliegensvlug het boek Wij Blijven Thuis bestellen. Bordevol originele tips van reisjournaliste Stefanie Panders. Activiteiten binnen de landsgrenzen. Een ontzettend leuk boekje om ideeën voor deze aanstaande vakantie op te doen. Kijk, en wie nou liever spanning wil, lekker in de luie stoel in de tuin, nou, die leest natuurlijk de nieuwste thriller van Karin Slaughter. Verzwegen. Het is haar 20e boek. En zij schrijft in een begeleidende brief die de boekhandels hebben gekregen, behalve een mijlpaal, in mijn carrière is Verzwegen ook in een ander opzicht bijzonder. Het boek heeft me de gelegenheid geboden terug te keren naar plaatsen en personages waarover ik eerder heb geschreven, maar nu vanuit een nieuw perspectief heb bekeken. Ik heb ongelooflijk van het schrijven genoten en ik hoop dat je je evenzeer mee laat slepen zoals ik heb gedaan. Aanbevolen dus, dit boek van Karin Slaughter, haar 20e. Nou, er verschijnen nu heel wat coronaboekjes, hè. Maar hoe vertel je het kinderen? Voor kinderen tot plusminus 6 jaar is dit titeltje verschenen. Job en Joeltje en de onzichtbare druppeltjes. Het corona-prentenboek. Over handen wassen, afstand houden, waarom niet naar opa en oma, hoe gedraag je je in de supermarkt, enzovoort. Alleraardigst boekje. Ja, kijk, en na zo'n boekje waar je toch wat van leert, is er natuurlijk voor de kleintjes tijd voor iets leukers. En dat is natuurlijk Donald Duck. Een doorlopend verhaal over de jonge Donald, die per ongeluk op een school voor hoogbegaafden komt en die daar allerlei avonturen beleeft en dan toch uiteindelijk tot de conclusie komt dat hij ook een talent heeft. Een boek vol met plaatjes van Donald Duck, van Minnie Mouse, van Oma Duck en alle bekende die we uit de Duckboekjes kennen. En het is een gebonden boekje, dus het valt niet gauw uit elkaar. Het is maar dat u het weet. In november verschijnt het allerlaatste boek van Hendrik Groen. Op weg naar de eindstreep. Dat is niet dit boek. Dit is een boek wat nog steeds verkrijgbaar is. Maar u kunt al reserveren voor november. En ja, het is natuurlijk leuk om de hele serie bij elkaar te hebben. Hendrik Groen. Als u één deze dagen de weekbrief krijgt, de nieuwsbrief krijgt, dan leest u nog meer beschikbare boeken op van Hendrik Groen. Wat? Heeft u nog geen nieuwsbrief? Dat is fraai. Kijk maar eens snel op www.vlietboeken.com. Nee, niet nu. Even wachten tot ik klaar ben, hè? Want ik heb nog meer te vertellen. Want in deze onzekere tijden weet je het maar nooit. Beelden in Rotterdam. Weliswaar beelden uit de openbare ruimte sinds 1940. Maar Piet Hein staat hier ook in. En Piet Hein heeft in dit plaatje witte vlekken op zijn hoofd. Van kakkende vogels. Die hebben overal scheid aan. En er verschijnt nog veel meer. Vandaag of maandag komt de nieuwsbrief uit. Met boeken met verhalen over verloskundigen. De kat in de geschiedenis met een lach en een traan. Hendrik Groen. En een extra nieuwsbrief komt er achteraan, want volgende week zondag is het Vaderdag. Met boeken over houthakken, vuurtjes stoken, barbecuen, fietsen, vissen, voetbal, mannenkookboek, mannendagboek, survival. En nog een keer de onovertroffen bosatlas van de Tweede Wereldoorlog. Ja, kijk uit wat je zegt. Het is wel rolbevestigend allemaal. Sorry. Weet je? Koop alvast die boeken en geef ze voor Moederdag volgend jaar. Mocht u de boeken voor Vaderdag bestellen, willen hebben, doe dat dan wel heel snel. Woensdag voor 10 uur bestellen, dan heeft u het zeker zaterdag in huis als de post meewerkt. In de nieuwsbrief ziet u ook diverse webinars aangekondigd van Historizon. Onder andere een heel aardige over Bommel en de Bijbel.
met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen. Dank voor uw aandacht. Van Vriet Boeken voor bestellingen van particulier, school, bedrijf, bibliotheek. Informatie nodig? Stuur een e-mail en ik probeer het te beantwoorden. Ja, en nu mag het. Naar de site om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Ik zie u de volgende keer.